ergens anders ook nooit gebruiken. Oh, dit is mijn stoel. Over tuinmannen gesproken. Je komt ze af en toe ook tegen in de lunchruimte. Werk op de keukenvraag, zelfs op mijn leeftijd, is dat eigenlijk heerlijk om te doen. En ik zie het elk jaar alleen maar drukker worden. En er is veel meer aandacht voor al die tulpen en die planten. En één ding valt me op, dat zijn die mensen netjes. Er lopen hier 20.000, 25.000 mensen. Nou, als dat ergens gebeurt, dan is meestal de helft vernield. Maar hier niet. Ze koesteren die bloemen. Ze letten op alles wat er gebeurt. Behalve van het gras, want daar lopen ze op en dat wordt lelijk. Dat is jammer. Maar dat is dan ook het enige. Voor de rest, het is heerlijk rustig en genieten. Er zijn veel mensen en ze vernielen niks. Toppie! Ja, we zijn net aangekomen op de keukenhof. Maar voor ons rijdt een hele... Hoe heet dat? Een hele stoet. Met allemaal motorrijders. Motorpolitie bedoel ik. Dus we rijden erachteraan, we gaan even kijken wat er allemaal aan de hand is. Kijk, daar staan ze allemaal. Oh, ik zit nu net alleen de laatste taxi. Maar, en er staan daar, denk ik, belangrijke mensen. Of zijn dat gewoon de taxichauffeurs? Hey jongens, doorrijden, komt te laat op werk, hè? Misschien een delegatie. Net even aan een collega gevraagd, maar het was dus de Chinese delegatie. En nu staat er een enorm veel mensen, holy shit. Ik wat is dat nou? Ja, hier stond in de achterparwijk van de achterbus. Het speciaal theater had ze al gezien op de snelweg. Ze hebben nu een extra hek open gedaan. Wegen de drukte. De Tosca! Kaart genegeerd gewoon. Ja, helemaal in focus.